Deze beschouwing, die gaat over bijbelkritiek. En dit is de tweede aflevering daarvan. Ik heb er al eentje gehouden. Dat was een kritiek van Francis Capelle en van iemand anders. En die heeft, die heeft wel een YouTube kanaal. Maar daar heeft hij het niet op gezegd. Dat was meer in een privégesprek tussen mij en hem dat hij daarover begon. Dit ging in die twee kritieken, die gingen van de kant van Francis, ging dat over Richteren 11. Richteren is een boek uit het Oude Testament. En in het geval van die kennis van mij ging het over Numeri 31. En dat is ook een boek uit het Oude Testament. En beide personen, die, die... Ja, die dikken het aan, wat daar staat. En dan de verkeerde kant op. Dus, uh, Francis Capelle, die zegt dan van ja, en de God van de christenen... Die wil dat mensen hun kinderen aan hem offeren. Want daar staat in Richteren 11. En dat staat daar niet. En die andere, die kennis van mij, die zegt: uh, ja, de God van de Bijbel. Die keurt het goed dat je seks hebt met. Uh, kleine mensen. Een jonge, hele jonge vrouwen, jonge meisjes. Meisjes van vijf, zes jaar, vier jaar. Dat staat er helemaal niet. Het zijn wel verhalen die. ja, die liegen er niet om. Ze zijn pikant. Ze zijn geen luchtige, leuke, grappige verhaaltjes. En in die vorige beschouwing over bijbelkritiek... ga ik dieper in op die twee stukken uit de bijbel. Ik ben van plan om elke keer als ik stuit op bijbelkritieken... en ik weet dat Francis Capella, die heeft er nog meer... En die ga ik ook bespreken. Want ik vind die kritiek niet goed. Ik ben het niet eens met de conclusie. En de conclusie die luidt dan, de God van de Bijbel is een immorele God. Die mening ben ik niet toegedaan. En dan was er iemand. en die reageerde. op een beschouwing van mij. en die ging over atheïsme. en die was toch boos, joh. Ja, en jij zit u in alle soorten en maten aan te vallen. en. Uh, hij had zoiets dat hij vond dat ik een ben moest krijgen. Maar dat mag niet. Je mag je niet uitspreken tegen het gedachtegoed van een atheïst. Je mag je wel als atheïst uitspreken tegen het gedachtegoed van een gelovig iemand. Daar heeft een atheist geen moeite mee. En kijk je dan naar atheisten zoals Francis Capella? Nou, die gaan vet van die, die trekken echt vet van leren. Die gaan zo, Francis gaat zo ver om dingen te zeggen als dat de God van de Bijbel immoreel in, is en wreed. en dat hij seks met kinderen goedkeurt. Dat is bizar, hoor. En als je daar dan wat op terugzegt... Hè, tegen die groep mensen... die atheïsten die het dan nodig vinden... om de Bijbel af te zeiken... dan, uh, dan heb je dan zo iemand... die dan heel huilerig zegt van... je zou geband moeten worden... want je moet van YouTube af... En dan denk ik, sukkel. Nou, hij kan natuurlijk, zo'n persoon die dat vindt, hè, dat ik een band moet krijgen. Misschien heeft hij dat al wel gedaan. Maar nou, hij kan natuurlijk uh, mijn beschouwingen uh, aanmerken als onbetamelijk. Hè. En dan worden ze, dacht ik, gereviewd in, uh, ergens. Maar ja, ik spreek natuurlijk in het Nederlands. Dus dat maakt het een beetje moeilijk voor YouTube om te bepalen wat ik nou eigenlijk zeg. Ik weet wel, ik heb een keer een band gekregen. Meer, nou, ik heb, ik heb copyright-problemen gehad. En dat wist ik echt niet. Toen heb ik materiaal gebruikt en daar zat copyright op. En dat wist ik echt niet. Anders had ik dat niet gedaan. En ik had niet dat materiaal zomaar één uh, op één doorgekopieerd. Ik had er wat mee gedaan. Maar. Ja, dan is dat nog steeds niet oké. Okay. Dat begrijp ik nu en dat doe ik niet meer. Dus bij deze filmpjes, schouwingen die je ziet, dan zie je foto's die ik zelf heb gemaakt. Van de lucht boven Arnhem. En de lucht boven Arnhem, daar rust geen copyright op. Bij mijn weten. Ik heb ook een keer een band opgelopen en die hangt nog steeds, by the way. Of nou, ja, dat, dat, dat was toen, dat hing toen samen met iets anders. Ik heb nog steeds die strike, die uh, warning. Ik heb de guidelines, de community guidelines overtreden. En toen heb ik in de titel van een beschouwing, nieuwsuitzending, heb ik het woord neger gebruikt. Nou, dat doe ik niet meer. Ik denk dat ik ook geen kritiek meer ga hebben op negroïde mensen. Ik denk dat ik ze vanaf nu alleen maar zielig vind. Het zijn zielige mensen. Maar dat of de, Dat is dus de, de warning die ik gekregen heb. En dan zo'n zo'n atheist die dan zegt van nou, je moet eigenlijk van YouTube afgetrapt worden. Gek, hè. En die mensen mogen wel kritiek hebben op de Bijbel. Nou, deze Bijbelkritiek. Die gaat over het Nieuwe Testament. En dan. Over een stukje uit het Eerste Evangelie. En voor degene die dat niet weten, het Nieuwe Testament dat begint met de vier Evangeliën. En dat is vier keer hetzelfde verhaal. Dus. Dat is op zich al grappig. Daar kan, kan je op zich al een hele beschouwing aan wijden. Waar heeft. Dat nou weer voor nodig. Maar zo zit het Nieuwe Testament in elkaar. Het Nieuwe Testament is best dun. Dus je hebt de vier evangelieën en dan krijg je het boek Handelingen. Dat is een soort uh, verhaaltje van in de trant als uh, en toen dit en toen dat en toen zus en toen zo en, en toen en toen en toen en toen. En daarna komen een serie brieven. En dan heb je als laatste de profetie van Johannes. En Johannes is de schrijver van een van de vier evangelieën. En de vier evangelieën heten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Nou, dit gaat over het eerste evangelie. En dat is het evangelie van Matthäus. En dan het vijftiende hoofdstuk. En dan gaat het om vers 26. Het gaat om dat Jezus wordt benaderd door een vrouw... en die is van Canaanese afkomst. Dus van het land Canaan. En die vrouw die vraagt hem om hulp... En dan zegt Jezus, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekus voor te werpen. Waarmee hij bedoelt dat hij er is voor de kinderen en niet voor de honden. En hij vergelijkt haar en haar soort, de Canaanieten, die vergelijkt hij dus met honden. En iemand als Francis Capelle, die gaat hier helemaal vanuit zijn plaat. Dat kan jij je denk ik wel voorstellen. Als je niet weet van de achtergrond van dit verhaal, dan zou je ook zeggen: van ja. Wat is die Jezus van Gozen? Iemand vraagt om zijn hulp. En hij zegt: uh, Ja, ik ben hier alleen. Dat zegt hij daarvoor in vers 24. Daarin zegt Jezus: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen. Van het huis Israëls. Dus ik ben er alleen maar voor de Joden. En niet voor de anderen. Dat is toch bitter, of niet? En dan die vrouw zegt dan: Ja, maar help mij. En dan, dan zegt hij het nog een keer. Hè? Dan zegt hij. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. Nou, waar gaat dit nou om? Hè? Nou, punt 1, de kanaanieten. dat zijn de afstammelingen van gam. En gam... Dat was een van de zonen van Noah. En Noah was de rechtvaardige in de ogen van God. Die van God de opdracht kreeg om die boot te gaan bouwen. De ark van Noach. En Gam. Die heeft. Nadat de vloed voorbij was. en het gewone leven weer zijn. wending nam. heeft hij zijn vader. heel respectloos behandeld. Ik wil er nu niet even verder op ingaan. wat Gam nou precies heeft gedaan. En als je daar meer van wil weten. dan verwijs ik je naar een van de meest recente Bijbelstudies. En het is de Bijbelstudie die ik dan doe met Jurk Griesman en Michael. En dat betreft uh, hoofdstuk 9 van het boek Genesis. Het is het laatste stukje, dacht ik, wat we van Genesis doen. Of het ene laatste stukje, dat kan ook. Moet je maar even kijken. Het is interessant. De, ik wist dat niet. Was voor mij een openbaring. Maar het is in elk geval duidelijk dat Gam iets verschrikkelijks heeft gedaan. En zijn vader te schande heeft gemaakt. En dat hoor je niet te doen. En zijn afstammelingen waren daarmee in de ogen van God vervloekt. Dus vandaar dat Christus het woord honden gebruikt. Maar dan komt hij, in vers 26, zegt Christus, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekes voor te werpen. En dan komt in vers 27 het antwoord van die vrouw. De Canaanese vrouw. En zij zeiden, dubbele punt, ja heren. Dus ik zal hem eerst even voorlezen. Ja heren, uitroepteken. Doch, de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Dus zij zegt als eerste, ja, heren, want zij erkent de autoriteit van Christus. Zij komt ook naar hem toe om hulp. Het gaat om haar dochter. Haar dochter is ernstig, geestesziek. En zij geeft hem gelijk. Dus ze, ze zegt dat hij gelijk heeft. Ze zegt dat het niet betamelijk is om het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. En ze zegt dan: Doch, de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Dus ze geeft Christus gelijk. Ze gaat niet tegen hem in. En ze zegt: Ja, als. Uh, als de mensen eten uh, dan, dan morsen ze toch nou en wat op de grond valt dat mogen de honden toch hebben dus zij neemt een hele lage positie aan en dan komt in vers 28 de reactie van Jezus Het gaat als volgt toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, uitroepteken, groot is uw geloof, u geschiedde gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Nou. Nou weten we dus met vers 28 dat. Uh, nou, hij begon dus in vers 24, Jezus, hè, met: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daar nam die vrouw geen genoegen mee. Die vroeg toch om hulp. Toen deed hij er nog een schepje bovenop in vers 26. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekus voor te werpen. En dan pareert zij. Door hem gelijk te geven, en zegt: Doch, de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. En dan haalt Jezus Bakshel. En krijgt die vrouw haar zin, en is haar dochter genezen. En de vraag is dan, is Jezus een klootzak? Het blijkt hieruit dat Jezus een klootzak is. Nou, als hieruit blijkt dat Jezus een klootzak is, dan is het in elk geval een klootzak die de dochter van een Canaanese vrouw heeft genezen. Dus dan is het altijd nog een klootzak waar je wat aan hebt. Toch? En het is een bijzonder verhaal. Het is niet een voor de hand liggend verhaal, maar een andere kant. Ja. Kijk. De Bijbel vertelt dat er een volk is, het volk Israëls, het huis Israëls, en dat is het enige volk dat gelooft in God. Alle andere volkeren die geloven in helemaal niks. Of ze geloven in een veelheid van goden. En het volk Israëls, het huis Israëls, is het enige volk dat gelooft in die ene God. En niet in een kabaal van goden. Nou is het ook zo dat het huis Israëls vaak is afgevallen van het geloof. En dan kregen ze weer klappen. Dan kregen ze weer billenkoek. En dan kwamen ze weer terug tot het geloof. En dan ging het weer een tijdje goed. En dan, maar zij waren er actief mee bezig. En als ik nu kijk. nu vanuit de 21ste eeuw. en ik kijk naar de geschiedenis. en je vraagt mij. hoeveel monotheïstische geloven. Zijn er? Dus geloven die maar gaan over één God. Dan zeg ik, ja, uh, eigenlijk maar één. En dat is het geloof wat begint met de zin... Bereshit Bara, Elohim, et Hashemayim... Hares? Dat geloof. Dat is er maar één. Alle andere geloven of ik ben er eentje vergeet hoor, maar eh, alle andere geloofssystemen behelzen een veelheid aan goden. Denk aan de, uh, de Noorse... Hoe uh, heet die ook alweer? De Noorse... Huh, 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 huh? Saga's, of iets. Dan heb je Wodan en Odin en zeg het maar. Vrijja... Nou, kijk je naar het Hindoestaanse geloof, dan heb je Shiva en Brahma. En nou, dan kijk je naar het Boeddhisme, als je dat een geloof wil noemen. Dat heeft helemaal geen God. Dat is alleen maar moraal, filosofie. Dus dat is, dat is niet monotheïstisch. Dat is nihilistisch of nihiltheïstisch. Je kan zeggen, je kan zeggen atheïstisch of zo, non-theïstisch. Maar monotheïsme, dat komt alleen maar voor in... Uh, ja, in alles wat afstamt van die ene zin. En dan heb je zelfs nog binnen de afstammelingen van de, de geloofssystemen, van, van die ene zin, van Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashemayim, Ve'et, Haaretz. Overigens, dat is Genesis 1, vers 1. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Heb je zo'n afstamming, dat is dan het katholicisme. Katholicisme is een meer-godensysteem. Zou je zo snel niet denken. Maar als je zorgvuldig kijkt, is dat wel zo. En dat katholicisme is een gebed en dat leed luidt... Wees gegroet, Maria. En ergens middenin luidt dat... Uh, Heilige Maria, Heilige, he? Heilige Maria, Moeder van God. Nou, als je de moeder bent van een God, dan ben je zelf natuurlijk een God. Hè? Dus dan heb je al uh, meerdere goden. Zo, zo is er eigenlijk maar één geloof met maar één God. En uh, voor mij, uh, in al die afstammingen daarvan, al die denotaties of stromingen. Voor mij is geldend de, uh, de Statenvertaling of de King James. En de denominatie, dus de, de, de kerk. De, ja, ik ga niet naar een kerk. Ik vind wel dat ik binnenkort weer een keer. dat ik binnenkort. Uh, moet gaan. uit beleefdheid. En Dus ik ga dat doen. Ik ga naar de Jehovahs getuigen hier in Arnhem. Die mensen zijn zo vaak bij mij geweest. Ik, ik vind dat ik. Een keer uit beleefdheid naar die mensen moet gaan. Ik heb voor de rest geen kerk nodig. Het geloof voor mij is overduidelijk en belangrijk. En monotheïsme, of beter gezegd. De, de inhoud van de Bijbel vind ik het belangrijkste. Qua geloof. En als je er nu van uitgaat dat, dat wat in de Bijbel staat, dat dat waar is. Dan kan je dit ook plaatsen. Want als dat wat in de Bijbel staat waar is. Dan is ons hele aardse bestaan. Met al die ijdelheden en bezittingen en machtige posities en al die zaken. Die tellen helemaal niet. Dus dat jij en de jouwe worden uitgemaakt voor honden. Dat is niet iets om je over op te winden. Dat is iets om aan te nemen. En dat doet die vrouw dan ook. En dan te concluderen: van ja, maar de honden die mogen toch onder de tafel de kruimels eten die van de tafel afvallen? Wat is dat nou? Vandaar dat Christus tegen haar zegt: O vrouw, groot is uw geloof. Dat is nou precies. Hoe je moet denken. En dat het aardse leven niet belangrijk is, dat maakt Christus ook duidelijk in de kruisiging. De, de kruisiging is een prachtig, uh, tegenstrijdig verhaal. Er zijn ook mensen die in een bijbelkritiek zeggen, ze dan, ja, en, uh, het is maar een toestand en een drama, en, nou zeg, is dat een geloof? Dan vat je het niet helemaal goed. En dat vind ik dus van de bijbelkritieken die ik tot nu toe dan bestudeerd heb. Dat die mensen overhaast, bijna eigenlijk met een vooringenomenheid, in de trant van: Nou, het zal wel weer heel verschrikkelijk staan, uh, zijn wat in de Bijbel staat. En uh, nou, dan weet ik het al, het zit zo in elkaar. En zo moet je de Bijbel niet uh, behandelen. Kijk, het is bijna gek om kritiek te hebben op een boek dat al zo oud is. In 1611 is ge, ja, met het geld van koning Jacobus I van Engeland, King James. Maar nou, die heeft ervoor gezorgd dat het geld op tafel kwam. We hebben vijftig mensen, zeven jaar, gewerkt aan het samenstellen van die tekst. En daar is niet een rel uitgebroken. Daar is niet iemand op zijn kop gaan staan en gezegd, dit kan niet. De God van de Bijbel is vreed en onverschillig. Die mensen begrepen allemaal wat er stond. En die mensen waren niet gek. En wat die mensen deden, die club van King James, die vijftig man, dat was alleen nog maar vertalen. Los daarvan is het ook nog een keer in het origineel opgeschreven. En dat aantal mensen, dat loopt ook in de tientallen. En dan de termijn waarover er is geschreven. Dat is een termijn van, ik dacht, meer dan duizend jaar. Dat is lang hoor. En het zou toch wel heel bijzonder zijn dat iemand. 2000 jaar nadat de laatste letter aan de Bijbel is toegevoegd, dat die dan eventjes zo in een weekendje een aantal paradoxen vindt en de hele Bijbel onderuit haalt. In de trant van: ik wist het altijd al en zie je wel, ik doe het even in een weekendje. Jeetje, wat een stom boek. En wat is God van de Bijbel? Wat is die God? Toch vreed en onverschillig. Dat is dus niet zo. De, de Bijbel is het boek van de mensheid dat gaat over ons bestaan. Het gaat over moraliteit. En nu hoor ik al mensen zeggen van ja, in de Bijbel daar wordt slavernij goedgekeurd. Ja, slavernij was ooit vrij normaal. Er was zelfs in de in de Romeinse tijd was er een slaaf. En die zat in de Senaat. Ja, dat hoor je goed. De, de Senaat, wat je ook in Amerika hebt, heb je ook een Senaat. Dat komt uit Rome. Dat idee van een Senaat. Daar zat een slaaf in. Die zat mee te beslissen over wetten en zo. De golden wetten voor slavernij. Uh, ja, niet overal. Er waren ook barbaarse samenlevingen waar. Ja, dan kon je maar beter geen slaaf zijn. Maar in principe. denk ik dat je kan stellen. dat als je in Rome slaaf was. ja. je, je had in elk geval te eten. En slavernij is een, ja, voor ons nu, eh, vinden wij dat heel verschrikkelijk. Maar op de keper beschouwd is het eigenlijk niet zo verschrikkelijk. En op de keper beschouwd is er niet zo gek veel verschil tussen de slaven van toen... en de, ja, de hedendaagse burger van Nederland... Dan moet je eens kijken, moet je elke ochtend eens dus even beseffen hoeveel mensen er in files staan. Die zitten hun tijd te verdoen in een file. En terwijl ze in de file staan, dan loopt die motor die loopt stationair. Die zit alleen maar die auto warm te houden en die benzine. Die moeten die mensen zelf betalen. En over die benzine moeten ze accijns betalen. Dus ze mogen niet eens die benzine tegen kostprijs... Nou, voor kostprijs... Benzine is eigenlijk helemaal niet zo duur namelijk. Tijdens de oliecrisis... Kosten is in 1970, dat is inmiddels dan 50 jaar geleden of zo... Hè? Kostte een vat olie kost 80 dollar. En ja, dat kost het nu ook. Er is op olie helemaal zo goed als geen inflatie. Maar toch kost een liter benzine tegenwoordig iets meer dan 2 euro. Gek, hè? En die mensen, die moeten die benzine wel kopen. Want anders kunnen ze niet naar hun werk. En dan kopen ze die benzine, dan moeten ze daar accijns over betalen, zodat die extra reet duur wordt. Dan moeten ze over de accijns, niet alleen over de benzine, maar ook over de accijns, moeten ze btw betalen. Dat is allemaal belastingen. Dus ze moeten tegen heel veel belastingcenten... Kunnen ze dan een litertje benzine in hun auto gooien. En dan... en dan staan ze vervolgens in de file. En dan gaat die duurbetaalde benzine, omdat er ontzettend veel belasting over zit, die wordt dan gebruikt om die auto te verwarmen. Is dat een vrij bestaan? Is dat een vrij mens? Of is dat een slaaf? Nee, ik heb een energieverbruik van 100 kilowattuur per maand. En elektra. En een klein beetje gas erbij, maar dat is niet zoveel. Nou, als we dan kijken naar die elektra, want daar weet ik het dan van. Ik betaal dan voor een kilowattuur iets van 20 cent. Dus 100 kilowattuur, daar betaal ik 20 euro voor. Maar die 20 euro, daar pikt de overheid 7 euro, 8 euro van in: belasting. Omdat ik voor een paar tientjes, nou ja, eigenlijk neem ik maar voor 12 euro elektra af. Dat lijkt me heel bescheiden of niet. Ja. En dan wil de overheid, die wil eventjes 8 euro van mij hebben. Van, oh jij koopt voor 12 euro elektra van uh, Vattenval. Dan willen wij 8 euro. En die moet ik betalen. ben ik dan vrij. Tuurlijk niet. Ik word afgeperst. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus ook de verhalen over slavernij in de Bijbel. Ik zal ze maar eens goed gaan lezen. Wat wordt er precies bedoeld? Maar dat ga ik wel voor jullie doen. Ik vind dat niet erg. En dit ging dan over Matthäus. En uh, hier is dus een vrouw uit Canaan die Jezus, onze Heer, ja, verbaasd doet staan met de mate van haar geloof. En ik zou het ook zien. En dat loopt goed af. En zo vind je in de Bijbel, zelfs in die stukken waar dan de Bijbelcriticasters zwaar over vallen, eigenlijk alleen maar hele mooie stukjes. En dan heb je los van die stukjes waar de kriticasters de overheen denderen. staat de Bijbel eigenlijk alleen maar vol met verschrikkelijk mooie verhalen. Neem het verhaal van Hosea. Wat is daar mis mee? Neem de Tien Geboden. Wat is daar mis mee? Neem het boek Handelingen. Wat is daar mis mee? Neem de brieven die Paulus geschreven heeft aan de verschillende kerken. Gemeentes, moet je eigenlijk zeggen. Ecclesiassen. Daar is toch helemaal niks mis mee? Dan zeggen mensen bijvoorbeeld: dat is ook zo'n Bijbelkritiek. Hè? In de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen, daarin zegt hij dat homoseksualiteit een straf is van God. Het wordt direct gelinkt aan afgoderij. Daar kunnen mensen ook zwaar over vallen. Een heel nuchterjus, nuchter Jus. Nuchter? Jus? Heel nuchterlijk? Of heel nuchter? Er is een onderzoek geweest aan het einde van de 20e eeuw... naar de levensverwachting van homoseksuele mensen. Die is beduidend korter dan die van heteroseksuele mensen... Ja, dus hoe je het ook wendt of keert, er is iets aan de hand met homoseksualiteit en het is niet positief. Ik ken ook een stel. Dat is dan zijn twee mannen. En die gaan dan nog steeds met elkaar om en die hebben altijd ruzie. En de mensen die hun kennen, die... En die maken er grapjes over. Ja, die hebben altijd ruzie. Maar ze kunnen niet zonder elkaar. En dan zoeken ze elkaar weer op en dan gaat het eventjes goed. En dan maken ze weer enorme ruzie en dan gaan ze weer uit elkaar. En, en dan weet iedereen weer dat ze een slaande ruzie hebben. En daarna komen ze weer bij elkaar en dan gaat ze maar door En dan kan jij tegenin brengen van ja, maar er zijn ook heteroseksuele stellen die hebben een slecht huwelijk en daar kan ik tegenin brengen van ja maar dit is wel heel extreem het <laughs> is het ook en een van die twee die zat een keer te huilen hij had zo'n spijt dat hij dat hij geen gezin had met kinderen Nou had hij op dat moment wel wat jenever uh, op. Niet een klein beetje, maar echt wel wat. Ik ook trouwens. En er was nog iemand bij. Ik zal niet zeggen wie. Hij was danig emotioneel. En hij vond het verschrikkelijk dat hij geen kinderen had. Ja, zei hij. En dan zit ik dan opgeschreept met zo'n... En dan had hij het dus over die vriend van hem. Waar hij dan regelmatig ruzie mee heeft. En die vriend is dan ook nog beduidend ouder dan hij. Nou, dat betekent dus ook dat hij. Ja. Zijn oude dag zal hij in zijn eentje doorbrengen. Ja, dan heb je dat bij heteroseksuele mensen ook. Maar, maar dit is wel wat extremer. En als je dan nog een keer die brief van Paulus leest aan de Romeinen. in dat licht. Ja, ik weet niet wat jij dan gaat denken. Ik heb er niet zoveel moeite mee wat Paulus zegt over die. levenshouding van de homoseksuele mens. Eigenlijk van de seksueel ge geactiveerde mens. Dat seks is zo belangrijk. Eigenlijk is seks niet zo belangrijk. Zeker niet als je de wereld beschouwt zoals de Bijbel dat laat zien. En dat je. Dat de werkelijkheid is niet dat wat je ziet. Dat je ziet, dat is de objectieve werkelijkheid. Dat is daarmee een soort van werkelijkheid, namelijk de objectieve werkelijkheid. En dan moet jij niet zeggen van, oh ja, dus de subjectieve werkelijkheid, dat is de echte werkelijkheid. Nee, <laughs> je hebt de werkelijkheid. En los daarvan heb je de objectieve werkelijkheid. En binnen de objectieve werkelijkheid is het zo, dat is objectief vastgesteld, is dat iedere mens zijn eigen inzicht heeft, of mening heeft, of smaak heeft. En dat is weer subjectief. Maar dat is binnen de objectieve werkelijkheid. Maar is het, uh, de objectieve werkelijkheid is dus een soort van werkelijkheid. Maar er is ook een werkelijkheid die is niet objectief. Die is ook niet subjectief. Dat is de werkelijkheid. Dat is het ding op zichzelf, zoals Kant zei. Immanuel Kant. Het ding aan zichzelf. Dat is de werkelijkheid. Het is niet de groene werkelijkheid, of de rode werkelijkheid, of de lange werkelijkheid, of de korte werkelijkheid, of de objectieve werkelijkheid, of de subjectieve werkelijkheid. Het is dan niet de huppeltje pup. Werkelijkheid, maar de werkelijkheid zoals die werkelijk is. En de werkelijkheid zoals die werkelijk is, dat is de wil van God. En God is niet geïnteresseerd in mensen die het met elkaar doen zoals bonobos dat doen. De bonobo's, dat is een, een apensoort. En ja, binnen dat soort dieren is de, ja, de heilzame vorm, is dat die apen onderling eh, heel veel seks hebben. En monogamie past daar absoluut niet bij. En dat is binnen die apensoort, die bonobo, is dat geen enkel probleem. Dus daar is ook. Het is niet zo dat dus die apen, zo'n clan of zo'n groep apen, dat die uitsterft aan de syfilus. Dat, dat komt er helemaal niet voor. Maar die bonobo's, die doen het dus echt de, de godganse tijd, de hele dag door. Ja, dat doen bonobo's. Maar wij zijn geen bonobo. En als wij dat gaan doen... als wij dat gedrag overnemen wat bonobo's doen... Ja, dan krijgen wij problemen. We krijgen problemen met geslachtziektes. We krijgen problemen met gezinnen die uit elkaar vallen. Er komt een ruzie, er komt een jaloezie, er komt whatever. Maar de bonobo's die... Die maakt het niet uit, die, die zit er zo. Die, die, die kan zeggen, die zijn zo ontworpen, die zijn zo geprogrammeerd. Het begrip. En een bonobo kan natuurlijk niet praten, maar stelt dat een bonobo een woordenboek zou hebben, dan zou in dat woordenboek zou het woord overspel helemaal niet voorkomen. Dat kennen ze helemaal niet. En als je dan aan een bonobo zou uitleggen wat overspel is, dan zou een bonobo je aankijken en zeggen: Oh, bedoel je dat? Oh, dat noemen wij gewoon voortplanten. Zo planten wij voort. Dat zit in onze genen, dat hoort erbij. Maar wij mensen niet. He, dat is het geloof. Geloof is iets heel bijzonders. Als je dat gevonden hebt, dan, dan laat het je nooit meer los. Als je in keer als je die ene keer ontdekt hebt dat jouw leven heel belangrijk is, en dat je je leven moet leven uit respect. Niet voor de koning of de koningin, of voor, zeg het maar. Maar uit respect voor de Almachtige, voor onze Vader die in de hemel is. Als je dat snapt? En dat je elke dag je leven leeft als medewerker, als dienaar van Hem. Je baan die je hebt, dus ik werk momenteel. Voor, ik mag niet zeggen voor welke organisatie. Maar ja, ik werk dus voor een organisatie. Die betaalt mij. Maar ik werk daar niet voor. Dat is niet wat mij motiveert om s morgens op te staan. Wat mij motiveert om op te staan en mijn best te doen, is dat ik werk voor God. Hij. Hey. Is degene. wiens goedkeuring ik zoek. En dat mijn werkgever dat heeft, dat hoort er allemaal bij. Dat moet ook. Natuurlijk wil ik dat mijn werkgever tevreden is. Dat moet een mooie boel zijn. Als mijn werkgever niet tevreden is, dan raak ik mijn baan kwijt. en dan kan ik dus niet meer dat werk doen wat ik voor God doe. Dus in het kader van werken voor God heb ik die, die tevredenheid van mijn werkgever nodig en daarmee dus van mijn directe leidinggevende en daarmee dus van de mensen waar ik het voor doe dus de, ik zit in de gehandicaptenzorg en dat doe ik de, de plees schoonmaken en zo nou, dan die mensen die daar in het andere hostelwerk zitten en de, en die de bewoners begeleiden ja die moeten tevreden zijn Die beoordelen mij. Maar uiteindelijk gaat het mij dus niet om die mensen. Het is een noodzakelijk iets dat ze tevreden moeten zijn en min niet. Dat is het geloof. Met andere woorden, eigenlijk verandert het geloof helemaal niet zoveel in dat wat je dagelijks moet doen. Want wat ik dus doe, is ervoor zorgen dat mijn werkgever uiteindelijk uh, bereid is en met veel plezier uh, uh, mij in dienst uh, heeft genomen. Ik, ik heb nu een jaarcontract. Het is toch snel gegaan, of niet? Een jaar geleden. Uh, had ik helemaal niks. Een jaar geleden zat ik nog zwaar aan het drank. was ook een leuke tijd. Schaam me daar niet voor. Het was echt best wel leuk. Elke dag behoorlijk aangeschoten. Lekker stoned. Wow, niet netter stoond, maar wel een beetje zo. Lekker tabak roken. Voor de Desire West was ik dan een soort Danny de Munk. Hè? Dan krijg toch allemaal de kleren. Valt toch allemaal helemaal dood. En dan kan ik volgend Ja, nu ben ik hier. Ik heb een jaarcontract. Met een vast aantal uren. Halleluja. En Halleluja betekent letterlijk prijs. Ja. Dus Hallelu, dat betekent prijzen. En ja. Dat is een van de namen van onze Vader. Dus halleluja betekent prijs de Heer. Dat is ook de enige die je moet prijzen. En je zal weten waar ik het over heb op het moment dat jij gevonden wordt. En je weet waar ik het over heb als je al gevonden bent. En de mensen die niet gevonden zijn, ja, die zullen zeggen dat ik. Ze kunnen zelfs zeggen dat ik psychotisch ben, of um, weet je die anders? Schizofreen, of. Uh, maar deze zaak eigenlijk wel eens een beetje schizofreen, psychotisch. Uh. Ja, iets met waanvoorstellingen. Maar ja, dat is psychotisch. Hè? Ja, dat weet ik. En het interesseert me helemaal niks. Want ik ben gelovig vanaf mijn twaalfde jaar. Het dus. zou een beetje een rare boel zijn als ik mij nu nog liet kwetsen door mensen die vinden dat ik een gaatje in mijn hoofd heb, omdat ik gelovig ben. En ik heb dingen in mijn leven meegemaakt... die... voor mij... zo helder zijn... dat... Ja, die maken... dat ik een goede reden heb om gelovig te blijven. Tot aan mijn graf. Ik weet dat ik nooit mijn geloof ga verliezen. Er staat ergens in de Bijbel... ook al ga ik door... Dat is een een of andere psalm. De, de Heer is mijn herder. Daar komt het neer. The Lord is my shepherd. Dat is, voor mij is dat zo. Ja, je hebt mensen die zouden kunnen zeggen dat zij zouden kunnen zeggen dat ze hun hele leven zelf vormgegeven hebben. Ik behoor niet tot die mensen. Mijn leven is vormgegeven door mijn Vader, die in de hemel is. Onze Vader, jouw Vader ook. Die heeft mijn leven vormgegeven. Die heeft het in banen geleid. En neem mij die overtuiging maar eens weg, dat gaat je niet lukken. En waarom zou je mij die overtuiging ontnemen? Behalve het feit dat het je echt niet gaat lukken. Snap je? Dus samenvattend, uh, Matthäus 15. Met die Canaanese vrouw. Het gaat dus om geloof. En dat volk Canaan... Dat. Volle kanaan, dat zijn de afstammelingen van Gam. En Gam heeft zich schandalig gedragen. En zijn afstammelingen, die zijn door God, dacht ik, vervloekt. God was niet te spreken over het gedrag van Gam. En dat, was ook, dat ging alle perken te buiten. En zoiets heeft consequenties. En deze vrouw, die, die wist dat. En zij was gelovig. En zij topte Jezus. Je zou kunnen zeggen, zij verraste hem. En toen kwam alles goed. Nou, wat is er nou een mooier verhaal dan dat? Er is ontzettend veel fout gegaan en dan krijgt die vrouw ook nog een dochter die is knettergek. te gek, die was geestesziek en dan komt alles goed. En wie was er voor verantwoordelijk dat alles goed kwam? Dat was Christus onze Heer. Hm. Dus wat is het punt? En nog even, ik ga afronden hoor, maar nog even dat hij in vers 24 zegt: Jezus, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was Jezus zijn enige doelgroep: de Joden. En in het Nieuwe Testament, na de kruising. Als duidelijk wordt dat het huis Israëls, de Joden, niet geloofd hebben in het woord en het leven van Christus Jezus, dat is het moment waarop in het Nieuwe Testament staat dat andere volken, alle andere volkeren, tot Christus kunnen komen. Dus in eerste instantie kwam Christus alleen voor het huis Israëls. En toen die mensen van het huis Israëls hem niet accepteerden, toen mocht de rest. Dat is de dat is ook weer iets voor jou om op je in te laten komen. En als je aanneemt dat. de Bijbel daadwerkelijk het woord van God is. dan valt de logica. of dan helpt de logica jou. om alles op zijn plaats te laten vallen. Maar het moet een beetje allemaal in één keer komen. In de zin van je inzicht. en je bereidheid. en. God moet je vinden. en. Ja, alles eigenlijk. Er staat ook ergens in de, niet in de apocriefe, maar het staat niet in de Bijbel. Maar er wordt aan Jezus wel meer toegeschreven. En ergens heeft hij ook gezegd, maar dat is buiten de Bijbel om. Hè, daarin heeft hij het over de verbijstering. Van de mensen die tot het inzicht komen. Die zullen verbijsterd zijn. Verdwaasd. Je zal even niet meer weten waar je het moet zoeken. Dat is het geloof. Dan weet je dat God je gevonden heeft. Ja, ja. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. Ik ben uh, vol van zin en moed. Om de volgende van Francis Capelle te pakken. Die zullen denk ik gaan over Exodus. Weet ik bijna wel zeker. Een verhaal over slavernij. En wat de Bijbel daarover zegt. En dan is Francis een insteek van. Oh, nou, wat de Bijbel over slavernij zegt. Nou, dat kan helemaal niet. En, oh, die, die God van de Bijbel. die is vreed en onverschillig. Maar dat is die God niet. De God van de Bijbel is niet vreed. Hij is niet onverschillig. Het is onze Vader. Hou daar goed rekening mee. Ja? En op zijn hamburgs zeg ik dan tegen jullie, tjus. En dag lieverds.